De Ajax-vrouwen sloten het kalenderjaar af met de uitwedstrijd tegen Excelsior Barendrecht. In de ploeg ontbrak Kika van Es wegens een blessure. En in het doel stond Marieke Ubachs in plaats van Lise Kop. En Soraya Verhoeven. Hoog voor. Bal wordt weggekopt. Vita van der Linden op Ashley Bakker. Passeerbeweging, de voorzet en dan verdwijnt de bal in het doel. Een snelle voorsprong voor de Ajax-vrouwen in de vijfde minuut. Door Ashley Bakker. Een voorzet die in het doel verdwijnt. Een goed begin voor de Ajax-vrouwen. Dan een paar minuten later. Lisa Doorn terug op Marieke Ubachs. Die schuift de bal zomaar in de voeten van Simonis. En de redding van Ubachs. Loopt allemaal goed af. En dan Lisa Doorn. Vanity Leverissa. Nog steeds Leverissa. De voorzet. Jansen met de kopbal. En dan Ashley Bakker. Ashley Bakker. En die scoort. Haar tweede treffer. Een half uur gespeeld. En een goede voorsprong. Dan zijn we vlak voor rust met Soraya Verhoeven. En Ashley Bakker. Nu vanaf links. Bakker, strakke lage voorzet en net gemist door Jansen. En dan Leverissa met de kans en Ellen Jansen scoort. En wat is ze blij. Vorige week vrijdag miste ze nog een paar grote kansen. En leek ze het even kwijt te zijn, maar het is weer helemaal terug. En Jansen blij met deze treffer. 0-3 de ruststand. En dan Linda Bakker in het veld gekomen voor Leverissa. Bal komt terecht bij Munsterman, combinatie met Jansen. Munsterman schot en de bal net naast. Poging van Marten Munsterman. Dan de wissel, Lisa Doorn gaat eruit en in het veld komt Line Rudik Hansen. Tijdje geblesseerd geweest, de Deense routinier. Weer terug in het veld, dan de hoekschop Soraya Verhoeven. Indraaiende bal, daar gaat de Pothof neer. De doelvrouw en Ellen Jansen met de poging. Jansen nog steeds in balbezit. De bodycheck en de penalty. De penalty voor de Ajax-vrouwen. 7 minuten voor tijd. Lucie Akkerman achter de bal versus Isa Pothof. Akkerman met een langzame aanloop en het doelpunt. 0-4. Door de centrale verdedigster van Ajax. En Ashley Bakker. Banne Jansen met de goede opening op Linda Bakker. Linda Bakker gaat goed door. Bakker wil schieten. Dan Munsterman met het schot. De redding van Pothof. En Ajax op jacht naar meer. Ashley Bakker. Goede opening op Marten Munsterman. Kijkt, ziet Bakker. Bakker met het schot en het doelpunt. Mooie treffer van Ashley Bakker. Het derde doelpunt van de aanvaller. En ze is er blij mee. Bakker had nog weinig kunnen laten zien dit seizoen. Maar tegen Excelsior Barendrecht ging ze helemaal los. Dan zijn we in blessuretijd. Linda Bakker op Ellen Jansen. Die kan helemaal alleen op het doel af. Ellen Jansen en die scoort 0-6. Haar tweede doelpunt. En 0-6 was ook de einduitslag. Daarmee kunnen de Ajax-vrouwen na een aantal teleurstellende weken met de nodige nederlagen en gelijke spelen het kalenderjaar toch op een mooie manier afsluiten.